Het is nu officieel. Donald Trump is dé kandidaat namens de Republikeinen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de Democraten gedroeg hij zich vannacht op de partijconventie als een dictator. En een deel van zijn eigen Republikeinse partij is eigenlijk helemaal niet blij met hem. Maar hij staat nu toch aan het hoofd van een partij die snel en sterk verandert. We are led by politicians who will not put America first. Trump neemt de teugels over van de Republikeinse partij. Zijn boodschap: ons land wordt bedreigd en er is maar één man die het tij kan keren. I alone can fix it. When I take the oath of office next year, I will restore law and order to our country. De Republikeinen geloofden altijd in een grote rol op het wereldtoneel. Dat gaat van tafel. Net als leiders in Europa hamert Trump op het gevaar van anderen die het land overnemen. Wie ook een gevaar voor Amerika wordt genoemd, Hillary Clinton. This is the legacy of Hillary Clinton. Death, destruction, terrorism and weakness. Een Trump-adviseur die deze week zei dat Hillary doodgeschoten moet worden, staat te juichen. Enough is enough. He made it clear. This is about Americans first. Maar de gematigde vleugel van de partij schrikt van de toon. Governor, what did you think of the speech? Governor, what did you think of the speech? Voormalig presidentskandidaat Chris Christie wil er niet eens over praten. Niemand had dit voor mogelijk gehouden, maar Donald Trump is nu de kandidaat van de Republikeinen voor het Witte Huis. Nu moet hij andere Amerikanen overhalen om op hem te stemmen. En zelfs in de zaal is nog niet iedereen overtuigd. So I'm hopeful that Donald Trump can surround himself with people that will help him put together a message of showing how he's going to do these things. De vraag is vooral of er in het steeds meer multiculturele Amerika genoeg kiezers de visie van Trump delen. Erik Mouten, RTL Nieuws in Cleveland.